komt toch een beetje over dat je huisdier was. ze zag je het zelf ook. Ho, hoe heet jouw stofzuiger? Roxy. Roxy. Ja, hier. Het, die, een... die van mij heet Roombie. Ja, en, en de Franse die heet Roombet. Nee. <laughs> Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik aan tafel met Jelle Stuip. Hallo. Met Arnaud Hokke. Hoi. En met Jurian Ubachs. Eén goedemiddag. Eén goedemiddag. Uh, en we gaan het hebben over uh, wat toffe dingen die wij in ons testlab uh, doen. In uh, de, de, de donkere krochten van de redactie. Um, mensen die wel eens op de redactie zijn geweest bij een abonneedag of iets anders, die krijgen daar een rondlijn. Die weten wat het is. Maar... Um, we posten niet enorm vaak over wat we daar doen. Meer gewoon een beetje de uitkomst. En dan zie je het in de reviews verschijnen. Um, maar we zijn er met toffe dingen bezig. Waaronder op laptopgebied. En ik hou het nog voor de rest een beetje vaag, voor de rest expres. Want daar gaat Jelle ons zo meteen wat meer over vertellen. Mm -hmm. um, maar laten we even beginnen uh, bij de post. En het begint eigenlijk met een soort. Um, Waardering die uitgesproken wordt voor het Nederlandse betaalverkeer, mag ik dat zo zeggen? Dat mag je zeker zo zeggen. Ja, want Graas, uh, dat is een, uh, een Vlaamse luisteraar, die zegt: uh, Recentelijk heb ik een aantal dagen in het wondermooie Nederland kunnen vertoeven. En ik stelde vast dat ik gewoon overal kon betalen met Apple Pay. Dat lijkt voor jullie misschien gewoon, maar ik merk het in mijn eigen Belgenlandje. Zijn, zijn woorden hè? Mm -hmm. um, dit niet het geval is denk ik maar ongeveer 40-50% van de gevallen kan betalen met Apple Pay. Weten jullie podcasters misschien wat hier aan de basis ligt? Is het in Nederland verplicht of zijn die betaalproviders iets meer mee met de tijd dan bij de zuidenburen? Ik denk vooral het laatste toch hoor. Ja, ja. ik denk dat je gewoon ja. als je heel generiek eventjes um, tech in, in de brede zin bekijkt. Heb ik wel het idee dat Nederland in brede zin gewoon wat voorloopt op België. Dat zag je ja. ook vaak met internetproviders. Er de grote fintech spelers die uit Nederland komen. Dus dat is op zich niet gek natuurlijk. Dat soort dingen, maar ook bijvoorbeeld datalimieten. Dat het in, in, in België nog steeds langer een ding was bij Interprovise, wel het ons al lang was, bij ons was afgeschaft. Mm -hmm. um, dus voor mij zijn er wel meer dingen waarop je ziet dat Nederland wat meer voorop ja. loopt. En dit specifiek is natuurlijk, uh, voordat we Apple Pay en, en andere manieren hadden om te betalen met een telefoon of smartwatch, hadden wij. Uh, pinpassen met contactloos betalen, die hebben we nog steeds. En daar zijn heel veel winkels. Uh, uh, zijn daar gewoon op ingericht. Als ik het wel heb, maar uh, dan moet je echt diep de krochten in van, uh, daar zijn de krochten weer. Van, uh, van, van, van uh, het betalingsverkeer. Zijn die pintransacties goedkoper? Vraagteken. Dan, uh, dan gewone pintransacties of in elk geval niet duurder. Uh, dus het levert uh, uh, winkeliers daadwerkelijk gemak op, want je betaalt sneller. Als je dat aanbiedt en het heeft verder geen nadeel, voor zover ik weet, om dat aan te bieden. Al die apparaten die in Nederlandse winkels staan, die hebben dat ook gewoon. En uh, qua Apple specifiek, um, die hebben samenwerkingen met alle Nederlandse banken. Dus iedereen, uh, of in ieder geval met de grootste grote banken. Dus iedereen die daar zit, die kan betalen met Apple Pay, mits je een apparaat hebt die dat kan. Dus ik denk dat daarom die dekking zo ontzettend hoog is hier. En ik denk dat al die dingen in België uh, net wat anders liggen, waardoor uh, dat waardoor op veel plekken niet zo is. Ja, en als je verder uh, afzakt, want het hadden we hadden hier al eventjes over Jelle, jij uh, bevindt je af en toe uh, in uh, Frankrijk. Ja. En daar zijn ze ook heel erg bij de tijd. De krochten van Europa bedoel je. <laughs> ja, nou, de, want, want uh, jij, zei, jij zei van Arnoud, van Nederland loopt voor, maar ik denk dat België gewoon achterloopt. Want ik kom inderdaad regelmatig in Frankrijk. <laughs> ik heb daar een huis. En dan ga ik daar ochtends, stap in de auto, ga ik brood halen, echt in... Kleine dorpjes van die dorpjes met een paar honderd inwoners. En dan kan ik lekker Apple payen bij de boulangerie. En niet alleen in dat ene dorp, maar gewoon in, in alle dorpjes om me heen. Ja. Dus, ja. Weet je wat wel een probleem is voor jou als je naar Frankrijk gaat? Je moet, uh. je moet door België heen. En dat heb je net een, een achterliggend land genoemd. Ja, dat is wel grappig. Um, ja, daar kom je nu niet meer in. Ik ging, ik ging daar laatst dus uh, benzine tanken. En dan denk je, nou, bij de benzinepompen moet je toch wel. Gewoon normaal met je, met je. weet ik veel. Normaal bankkaartje betalen. Kon niet, moest met een creditcard betalen. Oh, dus, wow. In België? Ja. Oh. Dus België is gewoon. Ja, sorry, luisterende Belgen. Ja, jullie, jullie lopen een beetje achter, ben ik bang. Hmm. Nou ja, en dat, dat is ook iets wat, waar Graal zelf op hint. Ik ben wel benieuwd naar. Um... Natuurlijk meer, meer luisteraars in België. Ben ik heel benieuwd waar dat dan aan ligt. Want hebt je, wat, je, wat, wat jullie ook net al zeiden. We hebben dit vaker gezien. Natuurlijk met het he, datalimiet, wat er langer. Ben ik ben wel benieuwd of dat bijvoorbeeld het feit dat het een tweetalig land is. Of dat er zoveel verschillende stukjes uh, overheid zijn. Of dat, dat soort dingen dat toch een beetje aan grondslag liggen. Dat dit soort dingen niet, dat de, dat de weg gewoon niet makkelijk geplafijd kan worden op een of andere manier. Voor alles eigenlijk. Ja, want in principe... Snelwegen repareren doen ze ook niet. Wegen zijn ze vrij slecht in in België. Daarom. Dus, dat, ja. dus ja, ik, ik ben wel benieuwd waarom dat nou kan. Nee, ik ben wel serieus benieuwd. Dus als er nou... Uh, ik ken, ik ken, ik ken even, ook een paar Belgen, die zijn niet inherent lui of zo. Daar ligt het niet aan. We dus. moeten echt even oppassen dat dit niet de fout kan. Ik ben wel nee, benieuwd ben, voor, ben, voor Vlaamse luisteraars die hier misschien wat meer van af weten. Misschien zitten ze ja, wel in het de, was, de Het is echt wel een oprechte vraag. Waarom, als de Vlamingen luisteren, waarom denken zij zelf waar dat, waar dat aan ligt? Dat je op technisch vlak toch wel vaak een achterstand hebt op dit soort dingetjes. Ja. Ik ben heel benieuwd naar, nou, want er moet iets zijn. Het kan, het kan niet allemaal toeval zijn. Ja, misschien. Het kan ook cultuur zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, uh, Duitsland. Daar is een soort cultureel wantrouwen. tegen alles automatiseren en um, uh, ja, digitaliseren. Dus ik bedoel, cash is daar nog veel meer een ding. Ja, dat is echt zeker. gewoon een cultureel ding. Ja. Uh, dat, dat geldt gewoon in het hele land. Terwijl Duitsland natuurlijk super modern is en die zouden over kunnen stappen op alles digitaal doen. Maar die doen het niet, want dat zit gewoon niet in de in daad. De ja, kijk, als, culturen, als ik hard maar... op nadenk, kijk naar België en dan zie ik bijvoorbeeld een straatvorm waar elke er totaal anders uitziet. dat is in, in België is dat vrij normaal, dan doet mij dat vermoeden dat daar dus niet een, een instantie boven zit die zegt, al jullie huizen moeten bruin tinten en dit en dat en dat. En dus ook niet een in instantie die zegt, weet je wat, we gaan voor jullie hele straat uh, glasvezelkabeltje neerleggen en dat soort dingen. Als je minder georganiseerd leeft met elkaar, dan denk ik dat dat soort dingen lastiger te bereiken zijn dan dat het bijvoorbeeld in Nederland is. Ja, en ik denk ook dat het misschien, uh, het heeft ook wel iets met de digitalisering te maken. Want we hebben er ook wel eens onderzoek naar laten doen. Uh, omdat natuurlijk, tickers is in een, 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 een heel Benelux beschikbaar. Um, en als je kijkt naar online aankopen. Tweakers is wereldwijd beschikbaar, maar ja. dat, ja, mag okay, ga dus, verder. Ja, ik snap het. Het is, is wereldwijd beschikbaar alleen moet je ook Nederlands kunnen. Um, maar als je kijkt naar hoeveel um, het percentage van de aankopen die online wordt gedaan, want natuurlijk in Nederland heel groot, er zijn mensen die de Price Watch gewoon naar een webwinkeltje, uh, dat gewoon naar de winkel gaan en nog een, een elektronica product cash afrekenen en eerst met de hand willen vasthouden dat soort dingen. Dat scheen dus ook in België blijkbaar een veel groter ding nog te zijn, terwijl hier mensen heb ik wel dat mensen dan even Sneaky naar de mediamarkt gaan, daar vind het echt bekijken. Dan naar huis gaan en dan online het goedkoper ergens bestellen. Um, dat er... Oh, ik sta dan in de mediamarkt en ik kijk hoeveel het goedkoper is online. En dan weeg ik af of dat het wel ja, nou waar dat is. Dat doe ik inderdaad ook. Als, het, <laughs> als er niet zo'n heel groot verschil is, neem ik het wel gewoon mee. Maar... Nu zijn er een hoop Belgen die denken, oh, die Nederlanders zijn ook zo zuinig. Ja, ja, dat is, ja, maar dat is ook een cultuur dingetje. Ja. Ja, ja, dus dat ik ben wel benieuwd waar. als je het dan hoort en denkt. Hey, maar ik heb hier een goede verklaring voor. Of ik weet hier meer van. Uh, stuur het even in. Ik ben wel heel erg uh, ik ben wel heel erg benieuwd. Ik ook. Um, eens even kijken. Het is regelmatig over mijn stofzuiger gegaan. Dat houdt de, de mensen bezig. Ik wist niet dat ik uh, zoiets teweeg ging brengen. Uh -huh. uh, maar toch heb ik het gedaan. Maar wat ik een hele toffe tweaker angle vind hier, is dat de uh, Red Rayman, die zegt uh, over die stofzuiger, kom maar, valetudo. En toen dacht ik, is dat een of andere kreet uit een of andere taal? Ja, valetudo. Um, dat is een stuk software. Hij noemt het een, een CFW. Ik weet niet waar CFW voor staat. Custom maar... Firmware, lijkt me. Dat dacht oh, ja. ik. Ook. Ja. Inderdaad, dat is best wel logisch eigenlijk. Um, het is een custom firmware. Dus er is een, een persoon, voor mij is het een, een Duitser die dat onderhoudt. Die heeft een custom firmware voor... Dus een beetje vroeger, zoals je CyanogenMod mod op je telefoon fleste of zo... is het nu een custom firmware die op uh, verschillende robots of cijfers van verschillende merken ook werkt. Dus het is niet precies voor één type. Um, en het is helemaal lokaal. Dat is cloudloos. Je kan het lokaal aansturen. Er gaat geen data meer naar uh, de, de, de fabrikant. Um, en daardoor wordt het ook geüpdate met nieuwe features. Zij zegt, ik heb een oud model, onderhand zes jaar oud... en daardoor minder functies die actief zijn uh, in de firmware. Uh, maar nog steeds de basisdingen, uh, die werken daarmee. En je hebt dus een, een local cloud op je robot draaien met een webinterface. Um, dus ik heb er even naar gekeken. Ik denk, goh, wil ik dit nou ook? Wil ik mijn robotstofzuiger gaan routen? Jij hebt Flescheritis. Ik heb Flescheritis. Um, nou is ja. dit wel weer zo'n een apparaat wat altijd moet werken... Dus wil ik dat? En ik zag wel wat ik moest doen om mijn robotstofzuiger te routen. En dat is letterlijk: ik moet met elkaar schroeven, ik moet contactpuntjes op het PCB vinden. Ik moet... Het is niet dat er gewoon een USB-poortje ergens zit, dat je kabeltje erin doet en een commando uitvoert. Dus ik, ik heb er nog niet aan gewaagd. Maar we hebben best wel sinds verleden discussies gehad over: is een robotstofzuiger nou een tweaker-product of is dat mm -hmm. gewoon witgoed? Nu je dus custom firmwares ervoor hebt, is die discussie hopelijk geslecht, maar, mag ja, ik zeggen. Want we zijn bedoel, Als je het kan routen en kan flashen en dan functies kan unlocken of het uit de cloud kan trekken, dan vind ik het zeker een product. Het valt me wel een beetje tegen, want we hebben het nu ongeveer vijf weken over jouw robotstofzuiger, dat er nu pas iemand komt die zegt, wist je dat er een custom ROM op kan? Dat, ik had uh, hem ook eerder verwacht, maar ik ben blij dat hij alsnog het zegt. Dus uh, ik ga het nog wel een keer later wat meer induiken. Dus, want volgens mij ook, um, niet alle functies zitten erin. Dus je moet wel heel erg houden van de, de zeggenschap terugnemen en het uit de cloud halen, want je moet ook het functionaliteit voor inleveren. Uh, en ik weet niet of ik dat wil. Ja, maar ja. Wat, wat raak je dan kwijt? Want ik bedoel, zo'n ding moet er gewoon rondrijden en, en zuigen. <laughs> en, ja, daar ja daar bijvoorbeeld uh, multi-floor support zit er niet in. Dus ik, nu weet hij van mij van, oh, ik sta nu op de tweede verdieping. Oh, dan heb ik daar een andere kaart voor in mijn geheugen en dan weet ik precies waar ik moet zijn. Dat... Oh, oké. Okay. Ik. Mm. ik ik zat even aan mijn eigen robotstofzuiger te denken. Die is veel simpeler. Dus die, die, die snapt multifloor sowieso niet. Voor mij snapt één vloer al niet. Je hebt, uh, ja. je hebt gewoon een stofzuiger voor elke verdieping, of niet, Jelle? Uh, nee, ik, nou, ik, heb, ik heb dat huis in Frankrijk. Daar staat er één. En het huis in Nederland staat er één. Oké. Okay. Alleen. Ik vind het wel uh, mooi als jij zegt: van ik heb dat huis in Frankrijk. Voor mij zien mensen een soort verzaaien voor zich. En denken: wat verdienen die mensen bij keer zeggen met een ja, ja, huis echt in Frankrijk. Nee, dat ja. Weet je hoe ver het lopen is Naar mijn jacht? Ja. Nee. Uh, lieve luisteraars, dat huis was niet zo duur. Dat kan je zelf ook betalen uh, als je bij Twikers werkt. Uh. En, volgens mij en volgens mij Of, of als je, zelfs ja, nee, als je dit, bij een, uh... Je maakt het beter nu inderdaad. Ja. Nou, als je een lager salaris hebt, dan kan je het ook nog wel betalen. En volgens mij ben je al twee jaar bezig met opknappen, toch? Precies. Maar. Zijn, daar zijn overigens video's van, kun je vinden op YouTube. Ja. Zeker. Uh, als je wil weten hoe Jelle zijn wc fixt, het is gewoon hm. te vinden. is gewoon te vinden. Maar op zich, die, die custom firmware, ik vind het op, dan wel weer interessant. Want ik heb dan uh, twee stofzuigers van iRobot. iRobot wordt nu door Amazon overgenomen. Uh -huh. als, als dat nog doorgaat. Ik weet niet wat de status daarvan is. Maar een van die twee robots, die heeft wel zo'n zo'n cameraatje. Dus die loopt eigenlijk tijdens het, tijdens het stofzuigen loopt die de hele tijd naar huis te filmen. Dat vind ik helemaal niet fijn. En helemaal niet als het zo meteen bij Amazon uh, terechtkomt. Ja, maar dat komt. is juist weer zo'n dus... feature waarvan ik zeg: die werkt dan niet meer. En ik vind het wel vet om first-person view door mijn huis heen te rijden met mijn stofzuiger. Ja, maar jouw stofzuiger die kan dat. Maar die van mij, ik kan, ik kan mijn eigen camera niet eens zien. Die camera die zit er alleen maar zodat iRobot een, een beetje mijn huis kan filmen. En ik heb daar geen toegang toe. Dus. Ah, Oké, okay. nee, dan is het. Want laatst zat die van mij vast. En toen ben ik in de remote control modus gegaan. En dan krijg je een virtuele D-pad te zien. En dan krijg je dus gewoon die camera. En toen heb ik hem van het obstakel <laughs> afgereden. Alsof ik een soort videogame aan het spelen was zeggen is echt awesome. Ja. Maar ik, zoals jij over praat, was zeker die eerste keer, en dan kwam het toch een beetje over dat het je huisdier was. ze zag je het zelf ook. Ja. Je, je oh. fles, flash, je, je huisdier toch niet? <laughs> hoe, hoe heet jouw stofzuiger? Roxy. Roxy. Ja, hier, het, is gewoon... die, die van mij heet Roombie. Ja, dat, en, uh, en de Franse die heet Roombet. Ik, <laughs> ja. ik, denk, ik denk dat het tijd wordt voor een playdate. <laughs> ja, misschien wel. Ja, maar dat, dat is wel een ding... Um, een Vriend van mij, die, die, die geeft alle dingen in zijn huis een naam. Auto's. De Wifi netwerk gek naam, andere apparaten. Dus dat was een soort van ding. Oh, dat is grappig. Dus wij hebben nu ook, dat, ook een beetje dat overgenomen. Dus mijn auto heeft een naam, de auto van mijn vrouw heeft een naam. En nu kreeg een robots op zijn Ja, het vond heel gek om die dan niet een naam te geven. Ja. Dus Roxy. Precies. Ja, nou, En we hebben Eddie mooie en, naam. en Eddie en Billy zijn de auto's. Oké. Okay. Dus alles wow. moet op een eindigen. Ja. Dus. Um, ik weet niet wat ik nog meer. Ik denk dat ik mijn oven en magentronen zou dat blijft gewoon normaal. Maar als het een beetje slim is, dan krijgt het, uh, krijg het een naam bij mijn huis. Als, als de firmware geflasht kan worden, dan moet het een naam hebben. Als dat, is firmware... dat misschien een beetje de, de, de. Mijn auto kan ook firmware flashen, uh -huh. maar dan weer niet custom firmware. Uh, dat okay. zou ik ook niet aandurven. Waar je trouwens nu toch bezig bent, de vraag van Michael Maas, die uh, sluit hier een beetje op aan. Want hij wil namelijk weten wat voor type je nou precies hebt. En of je er nog steeds tevreden over bent... en ook vraagt zich af of de dwel-functie of dat effectief goed is of meer een gimmick voor luie mensen. Uh, ik heb echt de lijnen van Roborock... dat is echt niet te doen. Ik heb de S7 Max Plus V of zo. Iets wat daarop lijkt. Het is de S7-serie en dan met alle achtervoegsels. Ja. Um, dus die heb ik. Uh, de mopfunctie... Ja, ik had dus tot, uh, tot vorige weekend had ik een houten vloer. Um, dus die mop je niet. Um, Binnenkort ligt er een PVC vloer, dan ga ik keihard moppen en dan kom ik met een mop update om te laten <laughs> weten ja. die, hoe een mop update om te laten weten hoe goed hij het doet. Want die heb ik nog niet gebruikt. Mop update, komt er maar met een robotstofzuiger in de podcast. Ja, precies. Nee, um, ik, heb tuin, ik heb wel een mop functie, maar een hele slechte robotstofzuiger. Ik moet zeggen, ik weet nog toen ik hem voor het eerst gebruikte, dat ik positief verrast was met het resultaat. Kijk, als je zelf gewoon met, met een dwaal aan de slag gaat, dan is het altijd beter. Ja. Maar dat wil je niet. Het is inderdaad een keer voor vollei mensen in die zin. Maar een doekje is beter dan geen doekje. En ik had al zoiets van. Oh, nou, dit, dit, dit valt me niet tegen. dat was beter dan ik had verwacht. Daarom. En voor mij, sowieso met een robotstofzuiger. Het is niet: dit gaat 100% alle stofzuigerwerk vervangen. Maar afhankelijk van hoe goed die is gaat hij een groot deel doen. Hetzelfde met moppen. Precies. Je hoeft het minder vaak te doen. Ja. En misschien in de hoekjes nog een beetje het groot. Het, is, het gewoon... is een beetje als jij om zoveel dagen stofzuigt en je slaat ineens een stofzuig rondje over. En dan kijk je in je huis en denk je, goh, je had eigenlijk wel even gestofzuigd moeten worden een paar dagen geleden. Kijk, dat bereik je in principe niet meer. Dat, dat mm -hmm. zorgt die rode, die stol je je, je, je robotstofzegel. En als je dan echt zelf er niet meer bij doet, Ja, dan ga je op een gegeven moment wel hoekjes krijgen waar het echt gewoon een beetje ophoopt. Maar als jij gewoon twee keer in de week je RobotSoftware. en één keer in de week zelf of iets dergelijks doet. dan. dan het gemiddelde stofniveau bij. op mijn vloer is gedaald. Daar ben Precies, ik dat dat Precies, dat. Is, uh, en dat is goed voor de luchtkwaliteit. Um, even kijken. Ineke Maas die zegt. jullie hebben het gehad over. kan de tablet de laptop vervangen. maar jullie hebben hem al complete Microsoft Service overgeslagen. Hoe durven jullie? Nee, dat zeg ik, dat heeft ze niet gezegd. Uh, ik heb nu al een tijdje ervaring met deze tablet slash laptop. Ik kan het jullie aanraden om eens een half jaar te gebruiken. Nou, dat, dat, was, het, dat is het punt, precies. Het is een tablet slash laptop. Het is dus niet een tablet die de laptop gaat vervangen. En het is, er draait Windows op. En ik, het, als we het hebben over kan een tablet een laptop vervangen, hebben we het ook een beetje over kan iPad OS of kan Android. Windows of macOS of een ander ja. full-fledged desktop systeem mm. vervangen. En ja, we het... het daarover, is dat zo? Dat is ja. ge geef, geef mij een ja. tablet waar Windows gewoon op draait en, en dan is het toch ook goed. Nee, maar ja, dat is precies het punt tot dat tot ik wil punt. maken. Als we het hebben over kan een tablet een laptop vervangen, dan is de vraag, kan Android Windows vervangen? Ja, Eigenlijk okay. ook. ja je dus, wil mobiel OS, wil je hebben kijk... Dus dat je dus zegt, hé, hey, een Microsoft ja. Service heb je overgeslagen. Ja, nee, want een Microsoft Service met een keyboardje eraan vast is, is gewoon een Windows-laptop. Ja, ja, precies. Dat werkt ja. sowieso. En dat zijn ook inderdaad gewoon mooie dingen, toch Jelle? Ja, zeker. Er komen, komen binnenkort weer nieuw uit, als het goed is. Uh, wacht, dit publiceren we op donderdag? Ja. Hedenavond. Hedenavond voor de mensen die het uh, meteen luisteren. Uh, ik zou het eerst om willen draaien. Is een service als tablet even goed als een iPad? En is Windows, dat, dat is daarmee de interessante vraag. Is Windows nou echt een goed tablet OS als je een beetje op de bank zit te chillen? Nee. Is dat waar voor mensen hem voor gebruiken? Ik denk het niet eigenlijk. Ik denk ook dat het een laptop is met touchscreen. Ja. Nee oké, okay, maar als je gaat praten over. Je wil je, wil je tablet. Uh, de vervanger van je laptop. Dus je je je, dondelt je laptop uit het raambewijs van. heb dus je hebt alleen je tablet nog. Kijken of ik daar ook kan werken. Maar die tablet die had je al. Dus wat deed je daarmee? En als je het dan gaat omdraaien van kijk, op servers, daar kan ik op werken, dat weet ik. Dus ik don mijn tablet het raam uit... kan kan dat dan ook vanuit die kant gezien één apparaat worden? Dat is dan de discussie. Nou ja, en ik denk van dat, je dat je doet hè. En ik de dingen die je doet op een tablet, wat lichter gebruikt, dat kan allemaal prima op een server, maar ik, kijk met Windows 8 hebben ze het echt geprobeerd om vol aan touch te gaan. Nou, daar zijn ze weer van teruggegaan. Windows 11 op een touch screen, ja, ik heb het idee dat het heel dat er heel veel allemaal functionaliteit in zit die ik dan op, op een simpel tabletje weer niet wil. Dus is het ze vliegen allebei vanaf een hele andere kant aan, laat ik het zo zeggen. Ja. Um, dus de vraag: kan een server een goede laptop zijn? Uh, ja, voor mij of jij niet echt een discussie over te hebben, want dat is het nee. al bijna. Um, Onder wel een interessant stuk, of in ieder geval een interessante uh, inzending van, uh, van Noach over het onderwerp persoonsgegevens. Hij zegt: uh, Toen ik jullie item hoorde over opnieuw een dreigend lek van persoonsgegevens, deze keer via de KNVB, bedacht ik me: moeten we persoonsgegevens zoals we ze nu kennen en gebruiken niet bij het grof vuil zetten en gewoon opnieuw beginnen. We hebben de afgelopen jaren met zo ontzettend veel partijen onze persoonsgegevens gedeeld dat ze aan het lopende band zullen blijven lekken. Als er veel vals geld in omloop is, wordt ook gekozen om een nieuw soort briefpapier in omloop te brengen. Zouden we dat ook niet kunnen doen met onze persoonsgegevens? Zeker in coronatijd ook veel ervaring opgedaan uh, van, met uh, delen van belangrijke gegevens met een tijdelijk karakter. Moet dat niet op grote schaal invoeren? Nou, ook misschien via de EU. Um, ja, ik vind het wel een interessante gedachte. Eigenlijk. Ja, ik eet vanaf nu babben. <laughs> nee, het, het, het lastige is wel, um, je moet dan iets anders gaan doen. Ik bedoel, de ja. genie is out of the bottle. Je kan nu niet ja. meer je persoonsgegevens terugtrekken. Ja. Ja. Maar dan gaat het er denk ik meer over. Ja. Wat is dan, uh, kijk nu als je uh, jezelf bij een helpdesk of zo moet uh, verifiëren, is het toch vaak van huisnummer, postcode, geboortedatum of zo. Ja, die informatie mm -hmm. die ligt er wel. Hoe gaan we dat dan doen? Ja, dat is, dat is een lastige. Ik denk dat dit dat dit echt makkelijk een complete episode zou kunnen zijn om hier uh, dieper op in te gaan. Maar het punt wat die, wat Noah maakt in zijn, in, 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 het, in zijn reactie... Is dat de combinatie van gegevens. Hè, nee goed, alles wat je net opnoemt. Dat het eigenlijk dient als een soort sleutel. Van als je deze gegevens hebt, dan is dat voor de instantie waar we dat mee praat, een soort van bewijs dat jij daadwerkelijk die persoon bent. Ja. En daar moeten we vanaf en daar ben ik het in die zin wel mee eens. Want hè, als je nou, iemand zijn complete uh, nw gegevens heeft, en toevallig ook nog zijn creditcard met daarbij de security code. En, en uh, dat kun je tegenwoordig met Two-Factor Authentication een beetje afvangen. Maar je kunt heel veel. Met de data die ja waarvan ik ook wel denk dat ik dat is voor mij vast als je je best doet op internet inmiddels wel te vinden. Dus ja, dan zou je inderdaad moeten gaan kijken van god, kunnen we niet iets. En dan noem ik even, neem voor blockchain. Maar er zijn vast ook hele andere dingen. Uh, passkeys, I don't know. Uh, Iedereen zijn vingerafdruk bij de overheid in leven dat hebben we al lang nee. gedaan. Ja, maar -nou, ja, dan, 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 ben je je weer, dan ben je weer iets nou, okay. van jezelf aan het afgeven. Iets dat niet nee, gewijzigd kan Maar biometrisch is wel iets van... Je, je, je kan weten hoe mijn iris eruit ziet, maar je kan hem niet meenemen. Je kan, nou, je kan hem wel meenemen, doe maar niet. Maar <laughs> Ja, maar zo'n zo iris valt ook vast nog wel te faken bij een of andere scanner. Nee, maar, maar vet, dit is gewoon een beetje spitballing. Dit is gewoon, het gaat er even om dat... Regeltjes met tekst. waarin informatie over jou staat. niet genoeg zou moeten zijn. om jou ja, als identiteit. persoon. in hele grote problemen te brengen. met inderdaad identiteitsfraude en dat soort dingen. En ik vind dat hij daar een heel goed punt heeft. Vraag 2 is: hoe dan wel? ja als ik daar een ja. kant en klaar antwoord op zat, dan, dan had dan ik zat je hier niet. dan zat ik hier niet, dan had ik een heel huis in Frankrijk gekocht, maar mm. dat heb ik. Ja, dat jij een mooie tech startup <laughs> uh, gekocht aan. Uh... Ja nee, maar ik dus, dus dat, maar ik vind het een hele interessante discussie, want het is inderdaad, het is datalek na data-lek. We kunnen pretenderen, we doen Natuurlijk doen al die bedrijven hun best om zich te beveiligen, en er zijn. Allerlei bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn die, die daarbij helpen dus uh, we, we timmeren er lekker zoveel mogelijk dicht maar het is natuurlijk het stuk idioot om te denken dat we hier vanaf gaan komen het wordt eerder alleen maar erger ja. dus hoe beter we zorgen dat wat eruit kan lekken in die uh, en dan met stukjes bij elkaar wordt gebracht hoe beter we zorgen dat dat niet echt kwaad kan hoe minder erg het wordt oh, nou ja dan heb je dus al een alternatief nodig dat maar zou... je je zijn het voor de grap uh, paskies... Um... En ik denk eens idee erachter. Stel nou dat jij je ergens uh, wil aanmelden en je wil zeggen, ik ben Jurijan Ubachs. En dat er dan een bericht naar je telefoon wordt gestuurd, waarbij je op twee manieren moet authenticeren op je telefoon. En het enige wat teruggestuurd wordt naar die partij is, ja, dit is Jurian Ubachs. Zo'n systeem waarbij jij dus lokaal een soort authenticatie doet. Maar het enige wat die bedrijven gewoon willen weten is antwoord op de vraag, ben jij wie jij bent? En ze hoeven allemaal niet. Het is hetzelfde met als jij um, naar een hotel gaat. Dat ze als een kopie van je paspoort willen. Nee, ze willen gewoon weten wie je bent. Ja. Uh, en, en dan eigenlijk moet er een soort laag tussen zitten, die het enige wat hij tegen partijen vertelt is ja of nee. Doe je dat ja. nog steeds trouwens? Bij, bij, bij hotels je paspoort inleveren als ze een kopie willen maken. Ik zou eigenlijk die app moeten gebruiken van de overheid. Die dan zo'n overleedje doet waarbij alle ja. informatie weg... Uh, maar hoe dan? Want je geeft, hun, je geeft je paspoort aan hen. Ja, maar dan zou je eigenlijk op het moment een kopietje alvast op reis moeten gaan. Van als ze hem willen, van hier heb je een kopie. Ik heb hem alvast thuis ja. voor je gemaakt. Want, en Want ik, ik ben natuurlijk in het net naar vakantie geweest, Daar heb ik heel veel verschillende hotels. En bij vijf van de zeven moest ik inderdaad mijn paspoort in. En Ik denk van er zijn er vijf hotels in Indonesië die mijn volledige paspoort ingescand hebben. Waarom? Ja ja Vind goed, ik ook, dat, wel ook dat is weer een punt voor misschien een hele andere podcast. nou ja en dan zou het, je zou ook kunnen zeggen hé, hey, uh, ik kan eventjes met de telefoon laten weten dat ik ben wie ik ben En that's it. maar ja, nou, goed weet je dat is ook van, je hebt je, 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 je rijbewijs, identiteitskaart en en je paspoort dat zijn je officiële identificatiewijsen. daar vanavond ik dat ook achterhaald. ja we kijken ben jij ben jij wie ben, ja lijkt je er een beetje op ik bedoel, zeker bij de wat minder belangrijke momenten... kijkt iemand van ah je lijkt wel vage op ja die ben jij. <laughs> ja want lijkt ja. alsjeblieft op zijn broer dus wat dat betreft. Uh, mijn hele leven ben ik al daar tegen aan het ageren, maar <laughs> ik weet er niet meer nee, dit is, dit is het, 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 um, De manier waarop we bewijzen wie we zijn, dat, 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 dat ja. is toe aan een, aan, een, uh, aan een upgrade naar de moderne wereld, denk ik. En elk datalek is weer een wijze les van gegevens gebruiken als sleutel is inderdaad gewoon een waanzinnig slecht idee. Ja. Want iedereen heeft ze. Letterlijk iedereen die een internetverbinding heeft. Iedereen heeft gegevens. Ja, je kan alle datalekken gewoon opzoeken. Nee, uh, dat, dat is waar. Er valt veel online te vinden. Dus um, ja, Noach, ik denk dat we het met je eens zijn. Nu moeten we nog even de op oplossing bedenken. Ja, dus als Noach nou volgende keer ook nog even reageert met hoe die dan denkt dat het ja, wel hoe moet, we dit gaan oplossen. Ik denk hij denkt dat we met z'n allen op een grote boot moeten en dan twee jaar. Ja, dieren ja, ja erbij. ik wist het. Oh, man, <laughs> sorry. Uh. Jongen, 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 jongen. Nou, jou de dus zonvloed. Ja, Oké, okay. dan gaan we maar heel erg snel bepalen wie, uh, wie de highlights mag doen. Uh, wacht, ik heb nog zoveel blaadjes. Ik heb zoveel dingen. Er waren weer wat nieuwe suggesties ook. Um, ja, en we gaan voor de forum posten, jongens. Uh, want ook wij zijn gewoon tweakers. Wij werken niet alleen voor tweakers. Wij zijn uh -huh. ook tweakers. En wij zitten ook lekker op de site. En wij posten ook wel eens op het forum. En wie heeft het laatst een bericht op God geplaatst? Die voor mij is denk ik een half uurtje geleden. Wauw. Oh, ja. Ik... Het uh, zal drie kwartier zijn, maar dit weekend, want we waren op de MoAM en toen heb ik fotootjes gemaakt en de foto's gepost. Oh ja. Ik heb letterlijk een reactie in het... We hebben natuurlijk met de organisatie van de MoAM een apart deel op het forum. Daar heb ik net een reactie op gezet. Dus dat, ja, maar dat, dat is een maar... reactie. Dat is geen post. Is een reactie niet een post? Ja, een reactie ja. is ook een post. Ja, ja. Nee, een post is een topic, wat jij bedoelt. Ja, Oké. Okay. Topic start. Ik heb... Oh, dan nooit. Dat is niet waar, ik was, uh, wel zo. Nee, het is een, het is een bericht. Oké, okay, dus Jur, die gaat hem waarschijnlijk winnen, maar daarvoor, uh, Arnoud? Ja, uh, 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 vandaag om kwart voor twaalf. Oké, okay. Jelle? Uh, weet ik niet meer, maar het is waarschijnlijk in het geachte redactietopic over uh, re reactie op feedback. Op kritiek. In, in ieder geval niet vandaag en ook niet gisteren. Oké, okay, hmm. dan wordt het uh, jur Arnaud Wout uh, Jelle. Ja. En hey, okay. wat is je highlight jur? Mijn highlight is Starfield. Oh nee, niet Starfield. Uh, niet Starfield, ook wel een highlight trouwens. Nee, uh, een andere topgame. Uh, die ook de hele wereld... Nee, Starfield haalt de hele wereld. Ik ben aan het, aan het ramblen. GTA V is tien jaar oud. Dat was wow. mijn highlight, ja. En uh, GTA V is... Ik voel is, me oud. Is, uh, ik denk... Een, een, dus GTA is een cultureel fenomeen, denk ik. En een, een, een van de... Een van de games die gaming als geheel als vehicle heeft gebruikt om ja. serieuzer genomen te worden, om uh, de filmindustrie voorbij te gaan uh, in, in de totale afmetingen van de gamemarkt en de muziekindustrie, maar dat was al langer. Um, en die nog steeds op een bepaalde manier gewoon gespeeld wordt. En dat ja, want is... dit is toch... Ik, ik heb dan, toen die game uitkwam, gewoon de, de verhaallijn, ja. de, de story mode gespeeld. Maar online, GTA Online is hierop gebaseerd, ja. toch? En dat wordt nog steeds... GTA Online missen... is, la, is later toegevoegd. Uh, en een paar maanden daarna kwam het, kwam het beschikbaar. En dat loopt nog steeds door. Wel heeft dat, uh, zeg maar, uh, aan de achterkant wel wat. Dat is wel flink bijgespijkerd door de jaren heen. Dat die game lijkt niet meer in die zin uh, grafisch op. wat het in 2013 was. Uh, maar ja, dat klopt. De basis uh, blijft hetzelfde. En dat, is, dat krijgt elke week nog steeds nieuwe content. Ik blijf. Mensen vragen. Uh, inmiddels zijn ze er wat meer mee gestopt. Maar vaak zat er een jaar of vijf, zes tussen GTA's dus nou goed in uh, rond 2020, 2019 was goh wanneer komt de volgende eigenlijk en toen zei ik al van ah, zodra GTA online stopt met geld verdienen ik wou net zeggen want als je gewoon puur even zakelijk kijkt dan waar kun je als game developer best je tijd in stoppen als je steeds maar mensen online aan de gang kan houden met die extra ja. content of je gaat een compleet nieuwe game uit de grond stampen de een is een sure thing, de andere is een groot risico. Ja, en het nou. is ook elke re-release altijd uh, natuurlijk naar de, naar de volgende en de volgende generatie gebracht. Hij draait echt ongeveer ook op hij elk, elk apparaat. Alles wat je wil. Weet dat hij op mijn robuust stofzuiger draait? <laughs> <laughs> dat is uh, wat ze noemen custom firmware. Ja, ja, ja. Dan ja. Wil je ook GTA draaien. <laughs> ja, dus dan word jij ineens kapot geslagen door je eigen robuust stofzuiger en, en moet je en andere stofzuigers hijkijken. dan tot 50 euro zak. <laughs> Ja, wel vet. Grand Theft Stofzuiger. Ik vind ik heb, ik heb er wel zin in. <laughs> Goed concept. Of het is gewoon GTA Vacuum Cleaner van V. Dat nou, zou in ieder geval. Het zijn. Uh, ik, vind het, ik, wil, ik, ik wil er even bij stilstaan, want we hoeven er niet iets super lang over te praten. Maar komt er maar een GTA 6 Denk jij? Ja, natuurlijk komt er een GTA 6 en Was er niet al een da, leak da, da, vorig jaar? Daar da, wilde ik naartoe. De leaks beginnen nu wel steeds, steeds meer. Dat, het is al ook al een soort van half officieel dingetje van er wordt aan gewerkt. Is, is al geweest. Maar was ook niet, daadwerkelijk waren niet bestanden geleakt ook. Dat een ja. soort van testversie die mensen ook. Ik heb wat game zeg maar hele vroege gameplaybeelden op YouTube oh, gezien. Ja, er, was een, er waren allemaal verschillende stukjes. Uit, uit, een soort de, beeld gewoon, een, een ja, testbeeld met heel of veel zo. Veel, Met heel veel wireframe eromheen Ja, zo. ja, ja. ja dat klopt. Dus, uh, ja, kijk, de, de claim is dan natuurlijk dat het een GTA is. Dat, dat moet je ook maar diegene die dat gelekt heeft voor, voor, voor aannemen. Maar de, de, de frequentie van de leaks loopt op. Ik ben ervan overtuigd dat Rex, dat Rockstar zelf ook gewoon een beetje wat dingetjes, een beetje aan het strooien is. Alleen ja, eh, volgens mij heb ik in ieder jaar wel een keer gezegd: het zou me niet verbazen als we binnenkort een keer iets echt zien. Het zou me niet verbazen als we binnenkort een keer <laughs> iets echt zien. Mm -hmm. Maar ja, wanneer dat dan precies gaat zijn, geen idee. Hoe Rockstar, b rockstar wat dat betreft. Uh, en dan de vraag: waar gaat het zich afspelen? Ja, zou Ik, het het is natuurlijk op en top een top-amerikaanse game en toch ergens een GTA in Europa. Ik zou het echt. Voor de afwisseling heel leuk vinden, maar ik denk niet dat gaat gebeuren. Nee, ik kijk als je gaat kijken wat de techniek heeft gedaan. Kijk, ze konden natuurlijk met vijf konden ze uh, nou, een hele hele staat eigenlijk uh, beschikbaar maken, um, dat, met hele grote delen van steden. Nou, de, de mogelijkheid is toegenomen, dus ik denk dat je op zich uh, de binnensteden van steden als New York, uh, Boston, dat soort dingen daar in, in die hoek van Amerika liggen. Natuurlijk heel veel steden bij elkaar die allemaal ja tot de verbeelding spreken en heel veel assets hebben in zich, ik bedoel, dus ik denk het zou mij niet verbazen als die kant op gaan. Um, ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet niet wat de leaks hier is. Ik, ik negeer de meeste leaks omdat ik meestal heb van smoker meer. Ik zie het wel als het, als het echt wordt. Um, mijn gevoel zegt dat er dat dat dat, dat uh, Five City de grootste kans heeft, maar. Um, ja, ik zou dus GTA kunnen. Londen... Ik zou heel benieuwd uh, zijn hoe ze dat kunnen. Kun je ook gewoon met... Maar Vice City werkt gewoon... Als je de hele vibe van Miami en, en alles daaromheen werpt... Werkt gewoon zo lekker voor het type game dat GTA is. Dus het is... wat Je, je hebt het net over safe bet Het is een enorme safe bet natuurlijk ja. om dat te doen. Ja, maar waar. nee, ja, ik, ben, ik ben heel benieuwd. En ik ben ook heel benieuwd of we dan weer tien jaar moeten wachten... Voordat 7 uh, komt, vast wel. Waarschijnlijk wel. Ja, wat zegt dat eigenlijk? Ik bedoel, behalve dat GTA Online een succes is. Maar dat er nu, nou ja... Zelfs als het snel uitkomt, dan is het al 12 jaar, misschien 13, 14. Dat is een enorm lange periode. Uh, wat zegt dat over de gamesmarkt dat het zo lang duurt? Um, nou, ik denk dat het in eerste instantie zegt dat hele grote, hele dure games maken heel erg veel tijd kost. Mm -hmm. ik bedoel, Starfield uh, is net uit, en die, daar zijn ze in. Nou, ja, 2010, 2011 volgens mij de eerste concept in 2013, uh, ze begonnen, begon het geloof ik een beetje, dus ja, dat geeft al aan dat de aanlooptijd voor een game die je dus helemaal vanaf nul opbouwt, die zo groot is en die nou ja, gedesignd is om de beste game van het jaar, misschien wel de beste game van zijn generatie te zijn. Dat is gewoon heel moeilijk en dat, ja, dat gaat niet over een nacht En inderdaad, wat je terecht zegt, GTA Online. Ja, zolang, zolang de druk er niet op staat... omdat er geld moet verdiend moet worden aan die specifieke game. En dat zien we ook wel eens, dat games gerust worden... omdat een bepaalde uitgever dan nog een specifieke game nodig heeft... in het boekjaar dat dan nog loopt. Ja, je moet maar eens opletten dat games die in maart uitkomen... want heel veel van die bedrijven die sluiten hun boekjaar op 31 maart. Games die in maart uitkomen, dat wil nog wel eens zeggen... Van dat die, uit, die, die uitgever specifiek nog een boost nodig had voor dat die boekjaar. Die zijn niet het meest polished. En die... Worden in maart en die worden dan in april en mei nog veel al gepatcht. Maar dat is dat, daar zit vaak wel een soort van overbrugging in. Van oké, okay, hebben we hem nog nodig? Of schrijven we hem naar april? Weet je, dat is een ja. beetje. Dat is altijd wel leuk om, om te zien. Um, maar ja, die druk heeft Rockstar. Met dank aan GTA Online. En natuurlijk ook Red Dead, wat in de tussentijd uh, wel uitgekomen is natuurlijk. En ook een online uh, aspect heeft. Ja. Um, ja, die druk is er gewoon niet. Ja. Waarom zou je? Waarom zou je? Waarom zou je? Wat ja. ik het wil. Uh, en ik ook. <laughs> uh, Arnoud. Ja, ik wou het hebben over Simio. Nou, laten we dat doen. Virtuele provider, dochtermerk van KPN. En um, die uh, bracht nogal wat teweeg deze week, want ze kondigden een inflatiecorrectie aan. En nu hoor ik je denken, dat doet toch iedereen? Mm -hmm. Dat doet iedereen. Alleen, ze waren wel rijkelijk laat, want het is inmiddels, ik ben niet zo goed met, uh, met data, 20 september of zo. Mm -hmm. En het gaat in per 1 oktober. En toen zijn een hoop klanten, hou eens even. Dat mag niet zo kort. Dat mag niet. Uh, en uh, nou, heel veel klanten boos. En ik snap dat heel goed. Ook in onze reacties liep het. Storm. En je moet mogen opzeggen dan, toch? Ja, en je moet mogen opzeggen. Dat was hun redenering. Uh, ik heb het gevraagd aan Simyo. en er kwam uh, snel antwoord, moet ik zeggen. Dus ze waren denk ik voorbereid op deze vraag. Um, en ze zeiden, nou nee, dat is helemaal niet waar. Ja, we moeten deze reacties moeten we wel beantwoorden. Maar we zijn niet te laat. Want, en nu komt het, het staat in onze algemene voorwaarden. En uh, dat heb ik nagezocht. Dat klopt. Er staat in de algemene voorwaarden. Wij kunnen een inflatiecorrectie toepassen. Dat doen we elk jaar als we dat doen op 1 oktober. En dat is. Uh, Wanneer hebben ze voor... dat erin gefietst? Want ik weet toen ze dat bij Ziggo in de voorwaarden gingen zetten, toen was dat wel groot nieuws. En dat was ook een moment dat mensen dus, omdat de voorwaarden wijzigden, was het het moment dat je kon je je contact eenzijde ja. kon te Is het raar? Want ik heb een heel aantal diensten die dit hebben in hun algemene. Mijn ketelbeheerder heeft het ook in zijn algemene voorwaarden staan dat ze de prijs indexeren op basis van de inflatie. Uh, nee, het is, niet, het is niet raar wel gelden voor telecomproviders. Dus zowel vast internet als mobiel, ja internet bellen, hoe belangrijk is dat nog. Maar zowel vast als mobiel hebben die een soort van uh, uitzonderingspositie dat inflatiecorrectie leidt niet tot de mogelijkheid tot opzeggen. Um, uh, als het goed staat, aangegeven de voorwaarden. Dus dat zijn ze allemaal gaan doen. Simio heeft het in elk geval sinds juni. Ik weet niet of het daarvoor ook al was, want het was in de mobiele markt helemaal niet gebruikelijk eigenlijk. Uh -huh. Hoe vaak heb je inflatiecorrectie gehad? Aan de andere kant, ook zij hebben te maken met uh, uh, de, de hoge inflatie, dus gestegen loonkosten. De inkoop van bitjes, jongen. En, en, is en bitjes, echt, uh, bitjes zijn duurder. Bitjes zijn gewoon veel duurder. Um, dus uh, nou ja, dat. Uh, uh, dat hebben ze nu dus. Ja, weet je, aan de ene kant denk ik, misschien hebben ze juridisch. Wel gelijk bij Simyo. Ik heb bij de ACM proberen na te gaan. En het is gewoon vrij lastig. Ik, ik de, maar ja, KPN heeft goede juristen. Um, um, maar aan de andere kant, als je denkt van ik. Ik ga dit aan klanten vertellen, anderhalve week van tevoren, heb je wel een beetje een bord voor je kop hoor. Het is dus niet heel. Nee, als, ik als klant zou ik het niet heel fijn vinden om anderhalve week van tevoren. Precies, en het is ook niet, zeg maar als het 2% is. En dus de metaal je in plaats van 14 euro, betaal je 14 euro 20. Weet ik veel. Maar percentages uitrekenen gaat even niet zo snel. Maar uh, zoiets. Maar nu is het tot aan maximaal 2,50. En die inflatie is ook hoog. De, waarmee ze rekenen is 8,9%. Ze hebben een prijsverhoging van 8,4%. Is gewoon best wel pittig. Um, dus uh, ja, ik, ik zou denken, dat wil je zo snel mogelijk aan je klanten laten weten. De inflatie is al langer bekend. KPN en Vodafone deden dit zelf al eerder. Dus KPN deed het zelf al eerder. Vodafone deed het ook. Um, dus ik zou denken, dit wil je gewoon zo snel mogelijk doen. Dat hebben ze niet echt gedaan. En, uh, het, is niet, het is ook niet alsof het heel lastig is om dit goed voor te bereiden qua communicatie. Ik begin gewoon twee maanden van tevoren. Ja. Zeg gewoon, dit komt eraan heen met deze, uh, deze onderbouwing. hou je op de hoogte wanneer het dan echt zover is? En dan kunnen mensen Precies. een beetje eraan wennen. En, ja. ja, dus nou ja, ik uh, vond dit uh, best een beetje slordig qua communicatie. En, uh, hoewel ik het juridisch dus niet allemaal weet, maar uh, daar komt ongetwijfeld nog een antwoord op vind ik het in ieder van Moreel al een beetje jammer om dat anderhalve week van tevoren te doen zelfs als het maar benieuwd of ze het gaan merken wel het idee dat um, dat, dat mobiel, gewoon internetklanten niet heel merkvast zijn um, en vooral mobiel dat mensen, de netwerken zijn in Nederland zo goed nou ik heb het idee dat de markt wel een beetje is vastgeraakt geraakt afgelopen jaren ja maar dat komt vooral denk ik ook door triple play en kortingen ja. maar ik denk dat niet dat mensen denken, ja maar ik ga niet weg bij KPN of Simio, want dan moet ik naar het Vodafone netwerk. Nee, Als die een betere deal hebben, ga je wel daarheen. Ja, Omdat dat is gewoon de kwaliteit van die netwerken zo goed bij ons is, ja. daar hoef je het niet echt voor te doen. Nee, klopt. Dat is niet het verschil inderdaad. Maar je merkt wel dat heel veel mensen gebruik maken van de kortingen uh, over en weer tussen vast en mobiel. Dat is trouwens quad play, volgens mij niet triple play. Um, maar inderdaad, en daardoor zitten veel mensen wel redelijk vast. Dus ik heb het idee dat de merkvastheid iets hoger is dan een jaar of vijf geleden ik weet ook nog dat toen uh, T-Mobile Tele2 overnam inmiddels is T-Mobile alweer zelf T een paar jaar overgenomen, huh? het niet. Uh, en hebben ze al de naam veranderd in uh, wat was het ook alweer uh, Wout? OdiDo OdiDo oh OdiDo maar Audido. Uh, uh, toen zij Tele2 overnamen vijf jaar geleden toen zeiden ze al uh, dit verandert de con concurrentie op de mobiele markt niet want er is niet echt een mobiele markt het is nu een vast mobiele markt en daar moeten we de concurrentie doen toenemen en daarom investeren we in glasvezel en de ACM uh, ging daarin mee en uh, heeft die overname toen goedgekeurd. Dus ik heb het idee dat het inderdaad zo is en dat mensen door het vaste internet vaster bij een mobiele provider zitten dan ooit tevoren. Nou, ja, moet je wel keuze hebben ook op je woonadres. Uh -huh. Uh -huh. Ja, um, uh -huh. Jongens, Paint. Uh -huh. ja, ja, misschien hadden we dat moeten doen. Wie heeft voor het laatst Paint gebruikt? <laughs> hmm. ik, uh, nou, nee. ik, afgelopen weekend nog in ieder geval. Wat doe jij in Paint? Soms is paint de makkelijkste manier om een plaatje tussen verschillende programma's eventjes neer te zetten en oh, weer ja. door te sturen. Of met paint tekenen ergens omdat je het niet mooi wil doen, maar grappig wil doen. Gewoon een snorretje bij je mond. Ja, nee, paint. gewoon tekst zo met paint eroverheen en dan zeg je van kijk eens wat ik voor je gefotoshopt heb, dat is grappig. Dus je gebruikt paint ironisch? Meestal wel, ja. Dat is wel de, hoe het ik het vaakst doe, ja. Paint jij wel eens Jelle? Uh, is Franse, is nou, um, ik gebruik het heel soms om, om een screenshot, een printscreen in te plakken en dan op te slaan. Dat is echt het enige. Oh, daar gebruik ik dan weer die snippetool voor. Maar in ieder geval, er wordt gewerkt aan paint. Uh, in de categorie uh, stokoude apps, waar Microsoft toch wel een beetje liefde in stopt. Bijvoorbeeld ook Notepad. Dat was ook jarenlang, werd er niks mee gedaan. Het klapblok. En ja, dan er ik ook... wat, wat is er nieuw in? Wat is er nieuw in? Ja, maar dat komt uh, zo. Oh, komt daar ben je, je nog maar gemist. Ja. Ik ben helemaal... dus ik gebruik dat namelijk. Dus ze gaan nu um, ten eerste... Uh, moet net maar iets zijn waar je op zit te wachten. Uh, ze krijgen ondersteuning voor transparante PNG's. Als je dat miste, het komt erin. Maar groter, layers. <laughs> ik vind dat wel opvallend. <laughs> ik, ik snap. Ja, ik vind het ook opvallend. Want ik heb zoiets van... Als ik dingen met layers moet doen, dan open ik een programma dat daar echt heel erg goed in is. Als Photoshop. 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 Photoshop, ja. Ja, als ik, als ik iets ironisch wil doen, dan open ik een programma wat ik daar heel erg goed in vind, namelijk Paint. Ja, maar dus ik, ik vroeg me ook een klein beetje af: oké, okay, Paint heeft dan transparante PNG-support en layers en dan? Want voor de rest is het nog steeds niet een geweldig programma. Uh -huh. uh, dus mijn vraag, ik, wat ik me een beetje afvraag: is dit nou stap 1 en kijken we over drie jaar terug eens na Paint? Was niks, maar toen ze helemaal met layers begonnen, toen pakten ze door en bam. Want op zich, een meegeleverde foto-editing app met Windows, dat je dus niet een abonnement op Creative Cloud moet hebben waar je gewoon echt wat mee kan. Ik ben helemaal voor. Dat lijkt me heel tof, um, ja. maar precies wat Jur zegt van ja, Paint, ram er een paar layers bovenop, maar dan, dan is er nog steeds Paint vol. Had je mij. vroeger Paint Shop Pro of zo, heette dat zo? Ja, dat zo was dat ook betaald. De, de Pro versie ja. van Paint. Nee, maar dat was nee je hebt nu Paint.net. Uh. Dat ook niet van Microsoft, dat is ook een soort third-party ding. Paint 3D was er wel. Paint 3D is ook alweer weg volgens mij. Ik uh, heb iets, het nooit opgesteld. Iets met een me. 3D printer. Maar ben jij een painter? Um, net als Jurgen gebruik ik het wel eens ironisch om gewoon dingetjes op plaatjes te tekenen en dan op te slaan. Aan de andere kant, ik denk wel als dit er komt, want er is gewoon een hoop Photoshop werk wat eigenlijk geen Photoshop vereist. Nee, Photoshop is echt het meest misbruikte softwarepakket. Want mensen, ik doe het ook voor de meest simpele dingen af en toe. En het duurt langer om Photoshop op te starten dan de bewerking uit te voeren. Plus, en uh, dit is ook een belangrijke wijziging die eraan komt in Paint. Ik ga je mind Jur, komt die. Je kan de achtergrond van plaatjes weg gaan halen met AI. Met AI. Ja. In paint. In paint. Ja. ja, maar dat is serieus handig. Dat is handig. Dat is cool. Ja, dat is serieus ja. handig. En dan kun je daarna een ironisch achtergrondje erin tekenen. Ja. Zodat het eruit ziet als Word Art of, uh, <laughs> of zoiets. Nice, ik heb er nu al zin in. Ja, hè? Dus je kan nog beter ironisch gebruiken. Ja. ja. Maar ik ben gewoon benieuwd of dit een. Um, wat, wat, wat hier de strategie achter, dat zegt ze niet erbij. Het zegt gewoon, nee, dit dit, dit komt dit zit in een testversie. Ik ben een beetje bang. Nee, ik ben niet bang. Ik denk gewoon, er zit één iemand bij Microsoft... die heeft ergens in zijn taakomschrijving gekregen... Paint en Notepad. Jij bent die Paint guy. Ja, ja. en die is gewoon lekker bezig. <laughs> ik, ik zie er echt voor me... een of andere oude stof geduwd in een hoekje... die zijn hele leven al verantwoordelijk is voor Paint. En iedereen is zoiets van, ah, joh, prima. Als het allemaal gewoon blijft werken, vinden wij het, <laughs> <en die> zegt, <laughs> vinden wij het ook leuk. En die zegt, ik ga ook iets met AI doen. Ja, dus uh, ik ben benieuwd, maar nogmaals, ik, ik, ik gebruik te vaak Photoshop voor kleine dingen. Ja, dan kan ik iets als Paint.net installeren. Weer een extra programma. Ik zou dat fijn vinden als er gewoon standaard met Windows iets meegeleverd wordt. waar je daadwerkelijk wat mee kan. Ja. Um, dus ik ben voor onironisch gebruik van Paint. En ik hoop dat we daar kunnen komen. Ik... Horen we dit statement even trouwens? Ik wil hem even markeren. Ben jij verkiesbaar heel toevallig. <laughs> <grijg> dit klonk wel heel erg. Uh... Ik heb het nog niet doorgerekend dit, of dit mogelijk is. Maar, <laughs> <laughs> maar wat waren nou de vernieuwingen in Notepad? Taps. Maar dat zit er al een tijdje ah, in. Ja. ja, dat heb ik al wel gezien. Ja. Uh, eh, nee, en er waren nodig. voor mij nog een paar andere mark Markup? Gewoon dingen vet maken en zo? Vindt ja. Dat er of komt het erin? Weet... Ja, nee. Nee, ja. Ja, Weet niet. zoiets. Maar taps. Ja, ik maak ja. altijd, als ik, zeker als ik ergens ben en ik heb geen zin om even uit te zoeken of ik op internet kan, open ik gewoon een, no een notepad om aantekeningen te maken bij presentaties en dat soort dingen. Dus. Daar gebruik je dan weer Notepad++ voor, maar dat is weer ja. <laughs> externe software. Dat wil ik dan weer ook in Notepad. Nee, maar dat wil ik, dat wil ik kunnen doen in Notepad. Mm. Um, en dan Explorer wordt natuurlijk, de, de verkenner wordt sinds een paar jaar weer wat gesleuteld, ook met tabs. Want taps al. Ik wacht wel wel, als Paint geen taps krijgt, dan ben ik erg uh, verdrietig. Um, maar dat is toch een beetje alsof de, alsof de lineaal wordt geüpgrade naar de Geo driehoek, zeg maar. Ik vind hem geweldig. Ja, toch? Ja, ik vind hem <laughs> geweldig. Jelle, wat jouw highlight? Ja, uh, nu we het toch over Microsoft hebben. Uh, ik denk. Dit, dit is een beetje een uh, voorspelling. Ik denk dat Microsoft alles arm gaat maken. En met ARM bedoel ik dan... Niet dat ze ons geld gaan afdroggelen. Ik wil net zeggen, we nemen dit op zeer kort na Prinsjesdag. Dus dit wordt verwarrend. Ja, uh, service uh, wordt heel, heel duur. Ja, nou maar service krijgt... Uh, nee, dat is al zo. Uh, maar ik denk dat Microsoft heel erg in gaat zetten op ARM-processors. En de reden dat ik dat denk... En dit is, uh, dit is verder journalistiek helemaal niet verantwoord. Dit is gewoon iets wat ik... Uh, ja, maar dit is maar, dit is podcast, maar niet uit. Wat, wat, wat mij opgevallen is... Um, weten jullie nog... Vroeger had je Cinebench 20, benchmark software. Kent iedereen? iedereen die een keer een review heeft gelezen van een, van een laptop of van een uh, desktop processor, weet ik veel. Cinebench. En op een gegeven moment kreeg Cinebench, ging, en Cinebench 20 was prima. Ik snap niet dat het moest stoppen. Die kreeg toen ineens een upgrade naar Cinebench 23. En wat had Cinebench 23? Arm Support. Maar specifiek voor Apple. Hmm. En dat was dus toen, toen die upgrade naar Cinebench 23 kwam. Toen kwamen die Apple M1 processors. Nou, iedereen is er Het oh, dus Eerst de... kwam de update voor Cinebench. En toen kwamen de nieuwe Macs. Ik weet niet of dat wat het eerst was. Volgens mij was het een beetje tegelijk. Um, maar onlangs is Cinebench 24 uitgekomen. En wat brengt ik weet, 24? Ik weet waar het heen gaat. Ik, ja, ik voel hem ook, ook aankomen. ARM support maar dan niet voor alleen Apple. Precies, maar ook voor Boom. Windows. Juist. Dus. Um... Oude Inspector Clouseau ben jij, zeg? <laughs> ja, en toen, toen las ik dus laatst ook nog. Uh, dit, dit was ergens deze week. dat er uh, allemaal plannetjes van een nieuwe Xbox gelekt waren. En uh, dat Microsoft daar ook een ARM-processor in overweegt. En toen ja. dacht ik, nou, Microsoft heeft gewoon de keuze gemaakt. Dat hele Arm X86 op, weg ermee. ARM, all the things. Want wat Apple gaan kunnen wij ook. Ja. Marjelle, maar... laat me jou een vraag stellen. Jouw vraag is waarschijnlijk: kunnen ze dat? Nou ja, welke armchip? Want het, het is heel leuk dat Apple dit lukt, maar die hebben een in-house chipdesign team. Die kopen ja. bij TSMC alle productiecapaciteit op de nieuwste nood drie jaar van tevoren in. En die hebben hier tien jaar lang heel veel geld in gestopt. Wat Microsoft elke keer doet is Qualcomm opbellen en zeggen, pak de snelste smartphone chip die je hebt over klokken, noem het een laptop chip. Dat doen ze nou een paar jaar. En ja. dat loopt gewoon mijlenver achterbij wat Apple doet. Ik, ik zat er even over na te denken. Dat doen ze al serieus lang. Want weet je de Windows, de, de Service RT nog? Ja, ja, ja. Met een uh, Nvidia Tegra 3, 3 zat erin, geloof ik. Opa vertelt. 2012, denk ik. 2012, inderdaad. Gewoon ouder dan GTA 5, hè? <laughs> ja, zo. Precies. Um, en het komt inderdaad steeds niet van de grond. Nou hebben ze dus um, laatst... Uh, nee, de jongens van... Qualcomm heeft Nuvia overgenomen en Nuvia, daar zitten wat ex-Apple medewerkers in, als ik het goed zeg Wout. Ja. Dat en, um, nou ja, misschien, misschien, misschien kunnen ze daar nu iets van doen. Dus heel het idee is dat de Apple-kennis via omweg van een nieuwe start-up die weer overgenomen is, nu bij Qualcomm terecht is gekomen. Vol, volgens mij uh, is dat hoe het gaat in Silicon Valley. Ja. Je neemt gewoon dingen over totdat je hebt wat je nodig hebt en dan bouw je er iets van. Oké, okay, dus Qualcomm die was tot de realisatie gekomen. Wij kunnen dit niet zelf. Wij kopen gewoon een bedrijf op met hele slimme mensen. Wat op zich helemaal geen gekke tactiek is. Um, en dan zouden ze een grote sprong moeten kunnen maken. Ja? Maar denk uh, ik. ik ga hier even inspringen voor alle luisteraars die inmiddels naar hun speakers of oortjes aan het schreeuwen zijn dat jij de leak van het jaar net hebt genamedropt... Ge 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 <laughs> en daar verder niks mee doet. Dus uh, wat, waar had je het over? De, 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 de Microsoft overweegt. Een arm processor voor een toekomstige Xbox. Ja, ja, ja. inderdaad. Er waren wat ja, in het de, hele de, FTC, Microsoft verhaal waren wat documentjes naar buiten. Uh, Precies, gevallen. Dat, dat is toch wel prachtig dat, dat 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 hele FTC gebeuren dat er zoveel uitkomt. En er komt dus. Er was ook een plaatje uitgekomen en er komt dus een soort van ronde Xbox. Ja. Uh, series X. En de huidige die is natuurlijk. Er ja, stond gewoon uh, Series X refresh, ofzo stond erbij. Ja. Ja, ja, ik, ben, ik, ja. Ben, ik ben niet genoeg van, van game Maar ik vraag me af, kan je de... Kan je, kan je die chips? Kan je de architectuur daar zo ver gaan in veranderen? Dat dat, dat, dat dus voor je backwards compatibility en zo. Dat het allemaal gewoon alles blijft werken. Werkt nee, dat, dus was, dat was niet voor de Series X refresh, toch? Dat is voor een latere. We hebben het over diegene ah, ja. die in 2028, Want dat stond ook ja. niet documenten, In 2028 ja. uh, komt er. Okay, ik heb begrepen dat ze die nieuwe versie van de Series X dan met die ARM processen. Nee, nee, nee. Dat lijkt me wel wacht, problematisch. Wacht, ik neem het even allemaal met je door. Er was dus een document. Uh, er was eens een lek. Er was eens een lek. Kennelijk per ongeluk stond daar roadmap 2030.pdf tussen uh, van, uh, van de Xbox Divisie. Altijd nog een Mijn God. <laughs> En dat was dus precies wat je denkt: een roadmap tot aan 2030. Nice. Met uh, daarin uh, dus wat ze allemaal van plan zijn. Nou ja, om maar eens in 2028. Te beginnen, daar was zeg maar een nieuwe Xbox, dus echt een nieuwe generatie, met dus mogelijk een, 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 ja, een okay. processor. Makes more sense. Uh, en daarvoor zitten nog allemaal refreshes van de, van de refresh, uh, dus een nieuwe opslag en weet ik veel wat, en uh, goedkopere versies. En ja, ronde Xbox en weet ik wat, minder snel ja, En er komen dus in het komend jaar uh, drie, en dit is met plaatjes en alles, dus en uh, specs. Ja, die heb ik gezien. Ja, drie nieuwe dingen uit. Dus een Xbox Series X refresh, die is cilindrisch, dat is een soort van. Uh, ja. Dat is een heel duur woord voor rond. Rond. Nee. Ja, nee, 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 nee. Nee, je hebt gelijk. Nee, maar het is geen bal, hè? Het is niet bolvormig. Ja. Het is aan de bovenkant en de onderkant plat en rond aan de zijkant. Um, voor, Geometrisch voor noemen we dat een cilinder, ja. bijvoorbeeld. Ja. Dat is toch ja. een, van die, een van, die, van die apparaten waarmee ik het praten thuis, is er ook een beetje die vorm? Ja, het is een beetje een, 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 een Amazon, Amazon Echo. Echo. Ja. Of, of een Apple Mac Pro uit 2013. Voor wie ja. zich dat nog kan herinneren: de prullenmand. Of zo'n zo Access Point. Precies. Er zijn, er zijn, er zijn veel dingen cilindrisch. Ja. Ja. Dan komt er een Xbox Series S die er hetzelfde uitziet, maar die wel wat nieuwe dingetjes heeft. Uh, en een hetzelfde van... als de huidige S? Ja, die ziet hetzelfde uit als de huidige S, voor dezelfde prijs ook. Een van de dingen die nieuw is bijvoorbeeld is um, uh, dat er een, een low power mode komt die 1 vijfde van de stroom gebruikt. Dat is een van de dingen waarop ze um, uh, proberen die dingen te onderscheiden. Dus minder stroomverbruik als je dat niet wil. Uh, de Series X trouwens die verliest zijn disk drive uh, dus je kan er geen schijfjes meer in stoppen. Boe. Ze zet me af vragen of ik überhaupt ooit een schijfje meer in mijn Series X gehad heb. Zou we zomaar kunnen of niet? Ja. Terwijl die cilindrisch is, dus dan zou je heel veel schijfjes. Ja, in <laughs> ideaal voor schijfjes. Ja. Wow, een ouderwetse CD-wisselaar. Okay. <laughs> ja, we hadden maar één disk drive, nu hebben we er twaalf. I really like disk drives. Yeah. En een uh, en nieuw nieuwe controller. En ik denk dat dat nog misschien nou, niet het meeste indruk gaat maken, maar die heeft bijvoorbeeld een verwijderbare accu um, en, uh, en uh, modulaire en, thumbsticks. Nou ja, ik mag vooral hopen dat ze gewoon qua haptics op het niveau van de DualSense gaan zitten. En ja. haptics uh, hebben ze hebben ze aan lopen sleutelen. Ja, niemand heeft het nog kunnen voelen natuurlijk. Ja. Maar daar scheppen ze over op. Um, nou, ja, accu is een um. ding, want standaard standaard stop je nog steeds gewoon uh, batterijtjes in je, in je Xbox controller. Dus ja. eigenlijk ook niet meer van deze tijd. Nee, klopt. Dus uh, nou ja, dat zijn de nieuwe, nieuwe producten die er uh, aan zitten te komen. En uh, dat stond dus in één grote roadmap tot dus aan ja, de Ja, ik, ik had zeg maar die, 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 de, de aankomende dingen, die had ik allemaal al wel gezien. Maar ik had dat, 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 dat latere deel van het PDF heb ik nog niet gelezen. Dus dat, ja, dat ja. Ja, heel interessant. Nou, en wat ik me dus wel daarbij ook afvraag, toen deze generatie consoles uitkwam, leek het alsof AMD gewoon had bedacht. Weet je wat, we hebben gewoon een chip bedacht voor in consoles. We gaan hem gewoon en naar Sony en naar Microsoft verkopen. Ze lopen gewoon bij de ene naar binnen, zeggen wil je hem hebben, dan bij de andere ook. Um, zo kwam het bijna over, omdat er zoveel overeenkomsten zijn. Maar ja, Microsoft is er nu echt vooruit aan het denken: van... wat willen wij erin gaan stoppen? Um, en zij dus of ARM, of dus Zen 6. Hadden ze nu en we zitten ja. bij Zen 4, zeg maar. Dus, wel AMD trouwens stond als enige hoofdleverancier van hardware. Het stond niet Nvidia's opzien, vond ik ook nog wel interessant. Ja. Dat ze dat genees proberen. Um, Aangezien Nvidia best wel aan derde partijen levert, kijk naar Nintendo met de Switch. Um, dus ik ben benieuwd of in de volgende generatie of Nintendo of Nintendo of Microsoft en Sony andere keuzes gaan maken. Want wat je nu wel ziet, natuurlijk niet elke port is perfect, maar voor mij is het voor ontwikkelaars heel handig dat een Xbox en een PlayStation van binnen. Ja vrijwel dezelfde hardware hebben. Tuurlijk zit er iets meer uh, geheugen zit dat verschil in en een aantal shaders, maar het lijkt verdraaid veel op elkaar. Het is misschien door de jaren heen nog nooit zo makkelijk geweest om op twee verschillende platforms een, een game uit te brengen. En ik denk dat dat goed is voor de industrie en voor gamers zelf. En als Microsoft nu dus een hele andere kant op zou gaan. Um, dat heeft Sony natuurlijk ooit gedaan met die celprocessor in de PlayStation 3. Waarbij al die ontwikkelaars een haar uit hun hoofd trokken omdat het zo ingewikkeld was. Um, dus ik ben wel benieuwd hoe dat met die volgende generatie. Want ik vind het wel een goede zet wat we deze keer hebben gedaan: dat het lekker allemaal het held is. Ja. Um, en ik vraag me af of Sony ook arm aan het overwegen is. Sony moet ook even een PDFje. Ah. Ja, die hebben vast ook een roadmap 20-30.pdf. Ja. Iedereen ja. heeft toch een roadmap 20-30.pdf op zijn drive staan. Oh, en één uh, upgrading nog was vergeten voor de Xboxen. Uh, als je geen e Ethernet kabel erin kan vrotten, dan krijg je wifi 6e. Of wifi 6e. Dus wifi op 6 gigahertz. Extra snel uh, games uh, binnenhengelen. Zit je me nou gewoon een brug aan te bieden? Op. Ik maak het je zo makkelijk. je hebt <laughs> het over wifi, Arnaud. Uh, en daar willen we het even over hebben vandaag, uh, want we zijn aan het begin al. Hè? Wij, uh, wij testen heel veel aan laptops. Wij testen snelheid, wij testen beeldkwaliteit van de beeldscherm, we testen accuduur, uh, throttling, maar we deden mm -hmm. nog niks met. Uh, ik, ben wat, ik ben een wifi guy. Ik weet wifi, wifi. Uh, allebei. Mag het? Ja okay. hoor, wat jij wil. Ik weet het eigenlijk niet wat ik ben. Ik ben wel team wifi. Ik, ik denk ik. dat ik vaker uh, wifi's. Wifi wel wifi denk ik. Nee, wij team wifi? Oké, okay. ik zeg wifi. Nou ja, je mag wifi naar jou, mag je wifi terugpraten tegen mij? Oké, okay, dat is goed. Ja, we verstaan elkaar. Maar anyway, dat testen wij nog niet op laptops. Dat gaan wij nu doen. En ik zou me zo kunnen ja. voorstellen dat we zeggen: waarom zou je dat überhaupt testen? Want er zitten volgens mij één of twee wifi-chips in alle laptops. Of in ieder geval, je hebt een paar grote merken die dat maken. Hoeveel verschil zit daar überhaupt in? Um, zijn er zijn heel veel vragen die je stelt. Um, ik zou zeggen: oké, okay, dus. Zit er veel verschil in als jij dus twijfelt tussen vijf laptopmodellen um, mm -hmm. in de snelheid en de stabiliteit van je verbinding en dat soort dingen? Is dat iets wat je zou moeten overwegen als je een laptop uitkiest? Ja. Um, als ik naar nou Nederland gezegd had, ik dat het hele het kon. Ja. Goed, sneak peek. Ja. Nee, kijk, het, het is um, waar het mee begint um, is dat je allemaal verschillende merken um, draadloze chipsets hebt, dus je hebt. Realtek, je hebt Intel en... Uh, Broadcom um, doet nog wat? Broadcom doet niet zoveel. Die maken vooral chipsets voor, voor in de routers. Um, wat heb je? Um, Mediatek. Mediatek en AMD. AMD heeft min of meer Mediatek. Uh, de de, de wifi-business van Mediatek overgenomen of gekopieerd of zo. Um, maar in ieder geval, dus je hebt die verschillende merken. Maar dan heb je dus ook binnen die merken weer verschillende soorten. Want je hebt de goedkope van Intel en de duurdere van Intel... Um, ja, Realtek heeft vooral goedkopere, dus um, wa wat je dan bijvoorbeeld als verschil hebt is dat um, zo'n Realtek chip je kan bijvoorbeeld één antenne hebben, terwijl die andere twee antennes gebruiken nou, en op het moment dat je twee antennes gebruikt kan je twee keer dezelfde, twee keer zoveel snelheid doorvoeren, dus is het gewoon twee keer zo snel en op het moment dat het twee keer zo snel is um, en je verbinding is slecht, omdat je in de dat ik veel in de badkamer staat, dan... Um... Heel logische plek voor die laptop. Ik, ja. ik, ik zie mezelf nu staan bij mijn douche met mijn laptop in mijn handen. Oké, okay, mm. ga door. Ja, ja de, de laptops. Kijk, het geldt ook voor smartphones. Het geldt ja. voor alles, ja. met wifi. Um, stel je had met, met je 2x2-verbinding, dus met je twee antennes had je 10 megabit. En je haalt met je ene antenne 5 megabit. En dit is allemaal heel mooi. Ge ja, strak getrokken. Um, nou, dat is dan net het verschil tussen wel 1080 p streamen of niet. Bijvoorbeeld. heel dus... betere doucheervaring Ja, want als ik zat ja, op nee. Netflix onder de douche, dan wil ja, ik geen precies. buffering. <laughs> Netflix onder de douche. wat gaat dit over? <laughs> ik sta in de badkamer. Oh, ik zit in bad. Sorry. Dat is logischer. Ja. ja dat kan gewoon. Um... Maar is het dan zo simpel als dat ik gewoon op de specsheet moet kijken uh, welk netwerkkaartje zit hierin? Hé, hey, het is een Intel kaartje van de high-end range. Heeft twee antennes. Dikke prima. Nou, dat is een goed begin. Ja. Uh, maar dan, dan ben je er dus nog niet en, en dit is wel uh, interessant want dat heb ik dus uitgezocht omdat ik benieuwd was van oké okay, als we dat nou dat Intel kaartje pakken en dan heb ik de AX211 gepakt dat is, een, uh, dat is het, het high-end kaartje van dit moment um, met ondersteuning voor Wi-Fi 6e en volgens heb ik drie laptops gepakt met datzelfde kaartje erin. Hoe groot is dan het snelheidsverschil tussen die drie laptops? Om te zien van, oké, okay, hoe, hoeveel maakt het uit in welke laptop? Of hoe, hoe de fabrikant dat zeg maar in die laptop gezet heeft. En dat maakt dus heel veel verschil. En dat is heel grappig om te zien. De, de snelste laptop, dat was een Acer. En um, die Acer die had een kunststof behuizing. En dan had je ook een Dell en een Samsung. Die waren allebei langzaam. Dat waren duurdere laptops. Maar die hadden metalen behuizing. Ja, dat metaal, dat houdt is toch... Um, ja, houdt houd de straling tegen. tegen. Dus, nou ja, wat een ontdekking. Waren, ja, het is ongelooflijk. En die waren daardoor minder nou ja, snel. ja, je zegt wat een ontdekking. Maar we zien natuurlijk wel, uh, uh, smartphones zijn ook al heel erg lang van metaal. Dan zie je van die, uh, van die lijntjes, die worden dan uitgesneden. Dat er ja. inderdaad antennes, proberen er wel heel duidelijk omheen te werken. Ik ging er niet vanuit dat metalenbehuizing automatisch betekent mindere ontvangst. Meer van, het is lastiger voor de engineers om te bouwen. Hè. En ze werken eromheen om uiteindelijk dan wel die goede snelheid te behalen. Ja. Maar Jelle zegt dus eigenlijk, daar doen ze misschien hun best voor, maar uiteindelijk in deze test van deze drie, dan zag je echt heel duidelijk verschil tussen zo'n kunststofbehuizing ja. of behuizing. Ja, dat, dat was inderdaad bij deze drie. En um, kijk, het, het gaat er niet alleen over, over de, de behuizing, maar ook om hoe zijn die antennes geplaatst. Um, en ja, als, als die dus dicht bij metaal zitten, waar niet zo'n mooi antennelijntje in zit, dat is mijn hypothese, dan is die snelheid dus lager. En waar hebben we het dan over? Even procentueel of absoluut. Ik bedoel, is dit gerommel uh, in de marge? Hoeveel trager is het? Die Acer was de snelste? Ja, die Acer was de snelste. Nou, we, hebben, we hebben twee verschillende tests gedaan. We hebben een range versus rate test gedaan en een ruistest. Um, bij range versus rate, wat we dan eigenlijk doen, is um, data naar de laptop sturen. Um, en die laptop die staat dan in een, in een uh, afgesloten ruimte. Kooitje van Faraday binnen onze grote kooi van Faraday. Zodat er geen interferentie is. Zodat je alleen de snelheid meet van, van de router naar de laptop. En dan vervolgens een klein beetje demping toepassen. En dan nog een beetje demping. En nog een beetje, nog een beetje. En alsof dan... je gewoon steeds... Je begint in de woonkamer, je eindigt in de badkamer. Ja, bijvoorbeeld. En uh, om het nog makkelijker uh, te, te visualiseren voor, voor, voor de luisteraars. Het is eigenlijk alsof je een waterleiding hebt... en je draait die kraan steeds een klein stukje dicht... En dan, uh, dat, dat is wat, dus wat die demper dus doet. Dus je zag dan dat die, uh, die Acer-laptop... die hield het gewoon net wat langer vol... ook bij hoge dempingsniveaus... dan die uh, Dell en die Samsung. En bij de ruistest... dus dan gooien we... we hebben dan een, een, een traffic generator... in die kooi hangen. Die gooit gewoon een bak ruis uh, de kooi in. En daar zag je dus dat die Acer gewoon... Een twee keer zo hoge snelheid haalde als die nou of Samsung. ik weet ik, ik weet even niet meer maar daar was het verschil dus gewoon een dubbel zo hoge snelheid dat zegt gigantisch ja dat is, dat is best wel groot ja want het is best dus... irritant als je gewoon ergens met je laptop zit en je wifi is brak of dat je net niet genoeg bereik ja. hebt of heb je dat... wel eens gezien als in de douche netflix gaat bufferen dat is gewoon echt dat, rot <laughs> Nee, maar ja. dit zijn van die kleine dingen. Ik denk dat mensen hier niet erover nadenken. Ze kopen een laptop en ze kijken naar hoe groot is die, hoe zwaar die is die, eventueel wat voor CPU zit erin. Misschien een grafische kaart, wat je erop wil gamen. Nou, ja, voor ons wij ja. komen natuurlijk vaak wel op plekken waar heel veel mensen tegelijk met laptops bezig zijn. Mensen gooien ook hun eigen hotspotjes in de lucht, dat soort dingen. Er zijn soms meerdere wifi signalen. Er dus gebeurt heel veel. Ja, als je dan daar zit te werken met, een, met inderdaad een van de meer brakke... Dus uh, uh, de meer slecht geteste chipjes. Ja, dan gaat dat wel een probleem zijn. Ja, precies. Dus, dus dit is. Dan um, nou moet ik wel zeggen, dit is gewoon echt. Uh, dit zijn een paar van de eerste tests. En dit is ook wel de manier waarop we dit willen gaan testen. Um, ja, Want wat is, de, wat is de droom? Gaan we dit gewoon voor elke notebook die we testen? Komt dit standaard in het ja. testprotocol opgenomen? Ja. Dat lijkt me super relevant. Dat is wel de bedoeling, ja. En dan, kijk, ik, ik denk niet: kijk, als je een laptop met slechte WiFi koopt, ga je dat ga je dat merken ja pas als je een laptop met goede wifi ernaast zet want uiteindelijk is het natuurlijk um, en Op een op gegeven moment houdt het op betere bij bij laptop als je maar ver genoeg hè, als je badkamer maar ver genoeg van je van je access point vandaan is dan heb je er ja, de Ja, maar dit weet echt zoveel vragen over jouw huis <laughs> <laughs> Het, het is een huis, is een heel raar ingedeeld. Versailles <laughs> is niet eens is niet eens overdreven denk nee. ik. <laughs> <laughs> nee, maar ik ik kan me wel voorstellen als je tussen meerdere modellen twijfelt. En je ziet gewoon, ja. en je gaat kijken naar naar testresultaten en je ziet gewoon dat er echt grote verschillen zijn, dan wil je, ik zou dat ja. wel willen weten. Ja, ja en het, het, is, het zal voor, voor de ene wat relevanter zijn voor de andere. Je hebt, je hebt natuurlijk ook mensen die hun hele huis hebben volgehangen met van die uh, van die nodes voor een zo'n uh, netwerk, een mesh -netwerk. Nou, dat, dat is ook een oplossing. Maar op het moment dat je het nou met minder nodes af kan, ja, dan heb je ook gewoon een sneller netwerk. Maar is dit dan, denk jij, want ze hebben dus hetzelfde uh, chipje erin zitten. Waarschijnlijk vergelijkbare software op die chip, firmware. Dat wordt gewoon door de fabrikant mm -hmm. aangeleverd. Is het puur antenneplaatsing? Of zou je bijvoorbeeld, kunnen zij die wifi chip zelf nog tunen of afstellen? Ik denk bijvoorbeeld aan videokaarten in laptops. Dan kan iemand ervoor kiezen, mm -hmm. oké, okay, hij mag maximaal 130 watt verstoken of zo. Andere fabrikant zegt, hij mag 150 watt verstoken. Kun je nog zoiets doen met een wifi-chip? Ja. Uh. Volgens mij niet, want het is, het is gewoon uh, Intel levert die driver aan. Um, en daar heb je het maar daar, mee. Daar doen. moet je het mee doen. Dus nee. het is puur gewoon dat sommige fabrikanten beter zijn in antenneontwerp dan anderen. Ja, ja, daar lijkt het wel op, ja. Maar even terug, want je, je, je zei gewoon een aantal dingen snel achter elkaar. Maar we hebben dus een kooi van Faraday, een grote en een kleine mm -hmm. daarin. Mm -hmm. En een soort van ruismaker. Uh, ja. Die daar weer in zit. Hoe kom je tot zo'n testproces? Want nou ja, ik heb wel eens meegeholpen met de smartphones testen te ontwerpen. En dan, uh, dan heb je. Dat is uh, veel simpeler trouwens. Maar ja, je hebt een concept en dan gum je weer eens wat uit. En je zet er weer eens wat bij. En dan test je weer. En uiteindelijk kom je dan tot een goede test. Maar dat zeker niet in één keer. Ja. Hoe is dit zo ontworpen? Uh, dit is, uh, de deze tests op laptops zijn eigenlijk op basis van hoe we ook routers testen. En mm -hmm. dat is. Um, een bevalling van twee jaar geweest ja er zijn wel twee jaar mee bezig inderdaad um, dus en eigenlijk is wat we op routers doen uh, is nog uitgebreider maar deze test doen we ook op routers dus daar heb ik gewoon um, eigenlijk van geselecteerd van uh, nee, dat range versus rate en die met die ruis dat lijkt me relevant want het moet natuurlijk ook een beetje uh, haalbare kaart blijven ik geloof ja. dat we 400 laptops per jaar testen in een testlab zoiets Um, dus kunnen we niet het hele, het hele test protocol op uitvoeren? Gewoon meer dan één per dag. Uh, ja. Die komen nou, in, ja. in batches binnen van tientallen elke keer. Ja, dat ja. Is makkelijk. Gelukkig ja. kun je ze dan wel tien op een rij zetten. Mm -hmm. En dat is allemaal redelijk geautomatiseerd tegenwoordig. Dus er gaat gewoon een USB-stickje in met een script dat draait. En dan is gewoon heel vaak op start drukken. En, um, ja, dus alleen, kan alleen niet in die kooi van Faraday. Daar kan er maar één tegelijk in. Ja, dat is dan, dan uh, wel een bottleneckje. Ja. Um, ja. Dus uh, ik, ik, ben wel, uh, ik ben wel blij met de resultaten. Want het is, het is dus duidelijk dat van de, de, ene, de ene laptop is de andere niet. Dus het heeft ook zin om, om daadwerkelijk al die laptops te testen. En, en ga je trouwens ook nog um, die kaartjes onderling vergelijken. Dus laptops met een. Want ik kan me voorstellen, bij sommige notebooks, als je hem openschroeft, ja. dan kun je de wifi kaart eruit halen. Maar ik nu aan denk. Stel, ik koop een notebook en die heeft een wat goedkoper WiFi chipje erin zitten. Hoeveel. Win ik er dan mee door die Realtek chip eruit te halen en Intel-chip erin te stoppen? Ja, daar, daar uh, hebben we ook nog over nagedacht om dat te doen. Um, en dat, dat zouden we nog best wel kunnen testen. Dat hebben we nu niet gedaan. Ik, kijk, in eerste instantie wilde ik gewoon allemaal verschillende uh, merken, netwerkkaarten met elkaar vergelijken. En er zat ook een Apple tussen. Nou, Apple heeft het allemaal vastgesoldeerd, dus nee, daar ga je al. Um, Totdat bleek dat het chassis al zoveel verschil maakt dat het niet zoveel zin heeft om te zeggen van nou ik heb hier een Mediatek kaart en hier een Intel kaart in hele verschillende laptops. Dat zegt dan vervolgens meer over die laptop dan over Intel of Mediatek. Nee maar, maar dus kan ik kan me voorstellen, jij zegt, als jij ja. dus als jij zegt nou van alles wat we getest hebben we testen er nog een paar en dat Acer chassis is verre het beste oké okay, dat zijn je beste chassis en als we dan daarin kaartjes kunnen gaan wisselen dat is misschien nog wel interessant om nu aan te denken. Ja. Ja, dus, dat, zou, uh, dat zouden we nog kunnen ja, doen. Kunnen wij, kunnen wij dit eigenlijk gewoon technisch ook voor smartphones doen? Uh, met ja. deze opstelling? Ja. hoor. Want dan ga ik zo even met Donnie praten. <laughs> maar dit lijkt me ook heel interessant voor als je gewoon een telefoon koopt. Ja. Um, want daar wil je ook. Hoe irritant is het daar als je? Ik bedoel, er zit nog veel meer op onze telefoon op onze laptop. Ja. Ja, en dat is ja. ook heel merkbaar als je dan toch weer de, de, de badkamer tussen doet. Ik weet uit ervaring <laughs> dat mijn iPhone het, het signaal langer vasthoudt in, als ik verder wegloop van mijn ex-spoor -ex dan bijvoorbeeld mijn Fairphone. Daar zit echt wel een verschil tussen. Ja. En dat is niet dat het nooit werkt op die. Maar gewoon, ja, als je gewoon ze allebei twee uur zou gebruiken, dan ver verlies ik op de een vaker het, uh, het, uh, het signaal dan op de ander. Ja, ja daar willen we grafiekjes van zien. Ja. Hey, en even een klein beetje borst kloppen. Doen andere mensen dit ook? Volgens mij niemand. Niet. Nee, maar dat vind wow. ik wel heel tof. Uh, no one in uh, the world. Voor zover ik weet niet. Nee. Want je, ja, je hebt hier best wel uh, gespecialiseerde apparatuur voor nodig. Die hebben we staan. Uh, nou ja, we zijn hier inderdaad ook twee jaar mee bezig geweest. Dus het kost ook wel even wat tijdsinvestering. Nou ja, nou. ik, denk, ik denk dat het verschil is dat andere partijen die misschien op deze manier routers testen, want er zijn wel één of twee websites die het voor een hebben een ook hebben staan. Die doen dan alleen maar routers. Hmm. En wij doen heel veel dingen. Dus wij kunnen eigenlijk een routertest-setup misbruiken... om het zomaar even te zeggen. Om dus ook een laptop of een smartphone ermee te testen. Ja, ja precies. Ja. En lieve luisteraars, dan zijn jullie dan weer de gelukkige van... die daar profijt van hebben? Ha. Ja, is ook zo. Nou, tof. Maar dit hebben, je hebt hier dus een eerste artikel over gepubliceerd... waarbij we dit een klein beetje uit de doeken doen. Wat is nu de, de volgende stap? Zijn uh, we op het punt dat we dit standaard kunnen gaan doen? Of willen we nog wat dingen uitzoeken? Nou, nog niet helemaal. Het moet nog even uh, wat... Uh, gepolished worden. Er zat... Uh, er is één test die is... Die is niet helemaal fout gegaan, maar ook niet helemaal goed. Dat is de... <laughs> <ra> <laughs> <laughs> Mooi. Nou, het is de, de Range versus Rate test. Uh, op 2,4 GHz. Die is op... Uh, met 40 MHz kanaalbreedte getest. En die willen we eigenlijk met 20 MHz kanaalbreedte okay. testen. Dus hij is... Lijkt me logisch. Waarom? <laughs> um, nou, op, op 2,4 gigahertz heb je weinig... Uh, die 2,4 gigahertz band is sowieso heel klein, het beschikbare spectrum. En als je dan een uh, 40 megahertz breed kanaal pakt... dus je stelt op 40 megahertz... dan pak je onevenredig veel uh, bandbreedte. Want dan pak je ongeveer twee derde van het hele spectrum. Dus dan ga je sowieso storen op je buren. Ja. En uh, als het goed is... Zullen de meeste routers, uh, kan je die, nee, die zou je niet moeten kunnen forceren op 40 MHz. Die zet je dan op auto en die router die, gaat, die begint dan op 40 MHz, Dan ziet hij van, oh, nu neem ik wel heel veel ruimte in. Ik ga netjes terug naar 20, om uh, niet te veel te storen. Ja, want je ja. hebt andere wifi netwerken, je hebt Bluetooth op 2,4. Er zit ja. echt van alles op 2,4. Dus in de badkamer maar... is je tandenborstel dan ook <laughs> nog een factor. Maar hebben je buur alleen last van of jij zelf ook? Um, nou, kijk, als je maar hard genoeg op 40 MHz blaast, dan is dat voor jezelf heel fijn. Maar voor je buren heel vervelend. Ja, je net, ja, want het je buren duwen. kunnen dat dan ook doen, joh. Interes, interesting. Dan, heb je, dan krijg je een heel lokaal probleem. Nu ga je van er vanuit, vanuit dat mijn buren dat snappen. Hmm. Kijk, de, de oplossing is gewoon om, om allemaal wifi 6e apparatuur te kopen. Lekker op 6 GHz te gaan uitzenden, want dat Daar heeft op, op dit moment nog niemand. Dus dat is nog lekker snel. Oké, okay, nou koop ik de nieuwe Xbox. Precies. Top. Hoe maak je wifi beter door een nieuwe Xbox te kopen? Je hoort het alleen maar dat zijn goede tips in de Tweakers podcast. Dankjewel Jelle. Dan gaan we nog even voor uitkijken naar wat er op de site verschijnt. Jur. jij was een of ander spelletje aan het spelen. Dat vond je wel leuk, denk ik. Starfield. David. Ja, Starfield is. Coty? Voor mij sowieso. Het is niet als ik zeg maar puur even mijn 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 reviewbril opzet en ik kijk er analytisch analytics na, dan is het niet de beste game van het jaar vind ik. Dus je kunt okay. er je kunt er best wel wat dingen op op, uh, op aanmerken. Uh, er wordt heel veel procedure gegenereerd. je loopt heel vaak rond op een planeet die praktisch gewoon leeg is. Um, je hebt gewoon nog steeds diezelfde rare gezichten die biptesten, maar niet gewoon normaal kan maken. dat is maar het maakt, me, het maakt me echt helemaal niks uit. Als je je jeurbril opzet. Ja, als ik in de jeurbril, die is gewoon ruimteavonturier. En die gaat zitten en die weet gewoon niet wat er over 10 minuten gaat gebeuren. Want ik jump gewoon naar verschillende planeten. En dan ineens kom ik piraten tegen. En dan is het weer een schip dat hulp nodig heeft. En, en dan beland ik ineens een oma die vraagt of ik aan boord kom. Omdat ze heeft gekookt en ze wil graag haar eten delen je het je Nee, dus dat soort dingen. En, en, en de quests zijn gewoon tof. En, en ja, Bethesda... Vroeger in Fallout... Nou, New Vegas was natuurlijk niet van Bethesda zelf. Maar in Fallout 3 had je ook al gewoon van die dialogen... Dat je echt denkt... Hé? En Maar op een, op goede, een goede manier. Goede manier. Okay. Op een goede manier. Mm -hmm. Ik heb deze games niet gespeeld. Dus je een heel gekke ja, je backtrack. Ja, je hebt gewoon hele, hele interessante, rare mensen. En, en het uh, is, is een belevenis. Het is, is een van die games waar... Terwijl je speelt, zit je in die wereld. Je bent, je bent niet meer de gamer. Je bent... Het personage. En, ja, ik ga er helemaal in op. Ik vind ja, het helemaal Daar komt dus een riepje van online. En uh, ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Ja, um. ik, ja dat wordt heel spannend. <laughs> Even kijken, het komt terug in de tijd aan. Ja. Altijd leuk. Ja, er worden weer eens onderwezen in wat er twintig uh, jaar geleden in het nieuws was. En vijftien jaar geleden. Ook leuk deze keer is het collega Heiter die dat doet. Uh, soms zijn het, uh, ja sorry, de oudere collega's die doen zoals ik. Die hè, erbij waren. Die erbij waren. <laughs> en soms zijn het, die, en dat vind ik wel leuk. Want het, er is echt een verschillende... Blik dan op, uh, op, uh, op de geschiedenis. Dus ja, heel leuk. Ja. Uh, ik ga nog een, uh, een videootje maken. Want die heb ik um, beloofd een half jaar geleden. <coughs> uh, toen hadden we een video van de Homey Bridge. Er was ik nog iets over. Toen zei ik, um, dit moet je niet doen. Dit is niet hoe je een smart bouwt. Maar er komt een Homey Pro. En zodra die er is, maak ik daar een video over. Nou, dat ding kwam wat later dan verwacht, want hij is gebaseerd van binnen op een Raspberry Pi. Nou, iedereen weet dat de levertijd daarvan niet zo geweldig was. Ja. Maar inmiddels hebben we dat binnen. Uh, dus we gaan uh, de Homey Pro vergelijken met Home Assistant. Ook heel populair binnen de Tweakers community. Home Assistant als in de software of een Home Assistant eigenlijk, Ze hebben ook een eigen, ja. kijk, Uiteindelijk met dit soort dingen vergelijk je grotendeels de software. Mm -hmm. um, waarbij je bij Homey software hardware gewoon één koopt. En Home Assistant kun je ook zelf op dingen draaien. Behalve dat ze dus nu ook een eigen kastje hebben uitgebracht. Maar de, ja. wat je daarover zegt, het zou in principe hetzelfde zijn als dat je het zelf op hardware installeert? Zeg maar. Dus daar gaan we aan de slag. En je zat net over terug in de tijd. Uh, we gaan volgende week uh, meerdere malen terug in de tijd. Ik ga ja. nog niet alle details geven, denk ik. Maar in ieder geval, wij vieren eind volgende week op 30 september onze 25ste verjaardag. Het was eventjes een discussie met Femmo... wat nou de officiële datum is. Want je kan allemaal momenten in de tijd prikken. Maar ergens eind september 1998... Het is um, wel ook wel... Zeg maar, ik heb het hem ook gevraagd. Het is een beetje een willekeurige datum... maar je moet toch een datum ja, hebben. Ja, maar niet gewoon rond die tijd. Iets uh, daarvoor uh, was hij uh, iets te vaak... waren zijn topics op slot gezet op het webwereldforum. En toen dacht Femmo, weet je wat? Ik begin lekker een eigen techsite. Uh, heel blij dat hij dat gedaan heeft. Want daarom zitten wij hier met elkaar nu om tafel. Uh, mm -hmm. Dus we hebben volgende week uh, meerdere soorten content... waarin wij... Uh, het thema 25 jaar tweakers, 25 jaar tech laten terugkomen. Uh, waaronder een video waar vier man gisteren of vijf man een dag mee bezig is geweest om op te nemen. Um, ja. Maar die waarschijnlijk wel leuk wordt. En we gaan uh, natuurlijk ook in de podcast volgende week uh, wat aandacht hier aan besteden. Het enige wat ik erbij zeg: dat je wel echt moet gaan luisteren. Want er valt iets te winnen. Mm -hmm. Dus er komt een prijsvraag. Maar om daar aan mee te doen, moet je de podcast luisteren. Nou, als je dit hoort, luister je al. Dus helemaal geen probleem. Um, maar vergeet dan zeker volgende week niet te luisteren. Dus uh, daar hou ik het even bij voor nu. Oké, okay, spannend. Spannend. Dat was het dan voor deze week. Dankjewel jongens. Uh, dankjewel voor het luisteren of het kijken. Heb je feedback, dan kun je altijd even mailen met podcast.tweakers.net of een comment achterlaten op de site of YouTube. En je hoort ons dus weer volgende week. Doei.